Hi iedereen, welkom terug op ons kanaal en welkom weer bij een nieuwe video. Zoals jullie misschien laatst nog wel hebben gezien op ons kanaal, heb ik mijn kledingkast opgeruimd. Ik kreeg daarbij hulp van Tara, wat super fijn is en dat was heel erg prettig. Maar om heel eerlijk te zijn is eigenlijk de rest van de kamer nog steeds echt een enorme zooi. Het is zeg maar mijn kleedkamer / werkkamer, dus het is ook meteen mijn kantoortje. En ik heb iets van, ik moet het echt even een keer gewoon heel goed opruimen. Een kleine mini makeover geven, zodat ik daar weer lekker rustig kan werken. En gewoon in een leuke omgeving. Dus dat is wat wij in deze video gaan doen. We gaan het gewoon lekker opruimen, uitruimen en restylen, zodat het lekker gezellig wordt. Tara gaat me ook gewoon weer gezellig helpen. Net zoals de vorige keer in onze video. Dus ik heb er heel veel zin in. Mijn handen jeuken vooral. En laten we gewoon gelijk beginnen. Yes! Nou, ik neem jullie even mee naar de werkkamer. We staan nu dus in de huiskamer. En dan via dit gangetje komen we in dit echt super donkere gedeelte. Zoals je ziet is het echt een beetje een donker hol. Niet heel erg chill. En het staat dus ook super vol met... Oh, ik ben mijn slof kwijt. Oh, oh my god. Dit is dus echt gewoon de dagelijkse struggle om bij mijn kledingkast te komen. En eerlijk gezegd werk ik daarom dus op dit moment ook niet hier. Dit is dus de kleedkamer / werkkamer. En het is dus heel erg donker. Dus ik zal heel even dit omhoog doen. Kijken of we net iets meer licht krijgen. De stijl van deze kamer. Ik zou niet echt willen zeggen dat er per se nu een stijl is. Want het is gewoon vooral super vol en super druk. En wat ik denk heel graag zou willen is gewoon wat meer licht. Wat meer cleanheid, maar toch heel erg vrolijk en gezellig en creatief eigenlijk vooral. Dus ik heb hier wat gouden elementen hangen. Dus een goud spiegeltje en hier nog wat goud wat erin terugkomt en daar. En hier zit dan roze. En ik vind dat wel heel erg leuk. Roze en goud is gewoon op dit moment wat ik heel fijn vind. Dus dat wil ik wat meer hierin brengen. En vooral al deze zorg. En vooral orde, denk ik. Ja, echt. Je stoot overal tegenaan. Dat kan gewoon echt niet. Dus ik denk zeker dat er werk aan de winkel is. Maar dat we wel iets heel erg tofs en moois kunnen creëren. Zodat ik hier gewoon wat fijner kan werken. Nou, zoals jullie zagen heb ik al wat dingetjes aan de muur hangen. Maar het is nog een beetje hier en daar. En ik wil het graag wat beter aankleden en wat gezelliger maken. Dus ik heb een bestelling geplaatst. Met wat gave posters en mooie bijpassende lijsten. En die zal ik even aan laten zien. Nou, ik heb een bestelling geplaatst bij Decennio. En Decennio heeft ook gedeeltelijk deze video gesponsord. Dus dat is heel erg fijn en heel erg bedankt daarvoor. Dan ga ik jullie nu laten zien welke items ik heb besteld. Tadaa! Zoals je kan zien heb ik dus ook weer voor gouden lijstjes gekozen. Want die passen natuurlijk heel goed bij de andere gouden accessoires die ik heb. En hierin zitten de posters. Oh, deze vind ik echt super schattig. Een hele leuke poster met van die oogjes. Deze gekozen, want het is een heel licht roze kleurtje. Je ziet het bijna niet, waardoor die echt nog heel ook weer clean is, maar wel roze. En daarbij past heel goed deze. Oh, ik ga hem verkeerd om. Ook roze en een beetje diezelfde soort van vakantie zomer vibes. Deze poster vind ik ook echt super mooi. Een beetje dreamy en licht. Ook deze is weer lekker dat tropische gevoel doordat het een zee is. En dan heb ik ook nog deze, die vond ik ook wel heel gaaf. En dat is een mooie quote. En dat vond ik ook wel heel erg inspirerend voor op de werkkamer. Nou, ik ben super blij met deze posters. Ik ga ze zo meteen mooi in de lijstje stoppen. Maar Tara en ik gaan nu eerst even terug naar de kamer en beginnen aan het grovere geschut. En alle zooi eruit gooien. Ineens een stuk leger en lichter. Maar voordat we weer spulletjes er terug in gaan zetten, ga ik eerst even goed stofzuigen. Want ik heb heel veel stof hier liggen. Op deze muur had ik dus een grote rek staan met allemaal jasjes erop. Die hebben we nu eventjes daar in de gang gezet. En zoals je misschien wel kan zien zijn het jasjes die gedragen worden in de zomer. En daar is het nu dus veel te koud voor. Maar ik wil liever niet meer dat het rek dat hier komt te staan heel veel jasjes heeft. Want dat is eigenlijk gewoon een betere plek om in deze kast te hangen. En hier liggen nog een paar winterjassen die ik gewoon naar de hal ga brengen. En dan die zomerse jasjes, die kunnen hier makkelijk bij. En dan kan de deur dicht.
En dan staat het ook gewoon een stuk netter. Dus dat is het volgende project. Het rek leeghalen en dan kan het kleinere rek hier worden neergezet. Zo, we hebben nu alle poosjes uitgepakt en in de lijstjes gedaan en dit is het resultaat. Dus deze vier komen bij elkaar, die hebben dus het gouden thema met een beetje wat roze accenten erin. En dan met het leuke spiegeltje. En deze met de oogjes vind ik ook super cute en die komt bij het zwarte letterbord. En daar heb ik nog extra letters voor. Die heb ik gewoon extra online besteld, zodat ik die... zodat ik er een leuke quote op kan maken. Dus ik denk dat het wel heel erg leuk is. Dus nu moeten we deze gaan ophangen. Omdat de posters in de gouden lijst een soort van mini fotocollage worden op de wand, is het heel erg belangrijk om natuurlijk te weten welke poster je op welke plek wilt en welke vormen naast elkaar. Want ik heb 3 verschillende groottes namelijk. Dus het is heel fijn om deze papiertjes die eerst in de lijsten zaten te bewaren. Want aan de hand hiervan kan je dus alvast een soort van een patroon maken. Zoals je het dus op je muur straks wil gaan doen. Dus ik denk dat we hier eerst aan moeten beginnen. Voordat we straks natuurlijk in de muur gaan spijkeren. We hebben net even een patroontje bedacht van hoe we de schilderijen op de muur willen zetten. En we dachten dat dit wel mooi was. En dat komt dan een beetje half achter het rek. En een beetje bij de iMac. Dus we moeten misschien die Let Love Rule weghalen. Deze gaat eraf, hè? Mm-hmm. Zo, we zijn nu nog eventjes lampjes aan het ophangen. Of Larissa is het aan het doen. Omdat we dat wel ja, gezellig en cozy vinden. Jongens, ik weet niet hoeveel minuten verder we zijn. Nou, misschien wel meer dan een uur, denk ik zelfs. Maar Tar, high five! Ik vind dat we het echt super goed hebben gedaan. We hebben zelfs een beetje gezweet. Althans, ik heb een beetje gezweet. Ja. Maar het resultaat mag er wel echt zijn. We gaan nog eventjes de grotere kamer erbij pakken. Zodat we hele mooie shots voor jullie kunnen maken van het eindresultaat. Want ik denk dat je daar wel heel erg op zit te wachten nu. Blijf vooral kijken, want die komen er nu aan. Door bijvoorbeeld het rek te veranderen voor eentje die wat hoger is en wat smaller, zorgt er gewoon voor dat het wat minder ruimte inneemt. En het zorgt er ook voor dat ik hem gewoon niet helemaal ramvol hang met dingen die er eigenlijk gewoon niet horen. Wat ik ook heb gedaan is de printer voor het raam weggehaald, want die zorgde er ook voor dat er wat minder licht naar binnen kwam. En die heb ik gewoon hierachter neergezet, maar gewoon op een net wat logischere plek. Ik heb ook wat leuke plantenvriendjes neergezet. Hier zo bij het raam en eentje daar. Planten in je omgeving is gewoon altijd wel heel erg fijn om te hebben. Dus daar ben ik ook heel erg blij mee. Ja, ik moet zeggen, ik ben super blij met deze omgeving. Ik heb echt heel veel zin om hier weer gewoon lekker aan het werk te gaan. Ook werken achter deze computer is gewoon een stuk beter, omdat het scherm wat groter is. En ik zit echt gewoon aan een bureau. Dus gewoon beter voor mijn postuur ook. Nou, we hebben trouwens ook nog super leuk nieuws voor jullie. En dat is dat we een kortingscode mogen delen waarmee je 40% korting krijgt op de collectie van Decennio. Gebruik de code ENDLESSWEEKEND om dus die korting te krijgen. Maar let op, deze is wel maar 3 dagen geldig. Namelijk maar 20 tot en met 22 november. Dus wees er heel snel bij en laat me volgen
vooral even weten wat voor poster jij hebt uitgekozen en wat je misschien van deze makeover vindt. Ik ben er in ieder geval heel erg blij mee. En als laatste, als videovraag van deze keer, laat me eventjes weten waar jij wel eens je huiswerk of je ander soort werk maakt. Is dat misschien in bed, aan je bureau, in je kamer of misschien aan de eettafel? Laat eventjes weten in de comments hier beneden. En dan wil ik je heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En zien we je snel weer volgende keer op ons kanaal. Doei!